Goedemorgen. U kijkt naar de weersverwachting van Weerplaza. Van het westen uit naderen wolken. En die wolken gaan niet alleen de zon tot last zijn, maar gaan ook wat neerslag brengen. Dat gebeurt in de loop van de ochtend al in het westen. Dan is er in het oosten nog ruimte voor een klein beetje zon. En de temperatuur ligt vanochtend rond 14 graden. Een matige wind uit het zuiden tot zuidwesten daarbij. Vanmiddag breidt de neerslag zich langzaam naar het oosten uit. Maar in het oosten blijft het nog lang droog. En de temperaturen halen toch nog zo'n 19 graden. De wind blijft zuid tot zuidwesten en matig kracht 3 tot 4. In de avond is het dan op de meeste plaatsen grijs. Af en toe valt er wat regen. En de temperatuur ligt rond 16 graden. Morgen krijgen we met een nieuwe reneerslagzone te maken die brengt flink wat regen en pas laat op de dag wordt het in het westen wat droger met misschien een opklaring. De temperatuur komt nog maar aan een graad of 16 en in de loop van de dag gaat de wind dan draaien naar het noorden tot noordwesten en in het Waddengebied flink toenemen. Zondag een enkele bui, maar ook een periode lang droog met wat zon. In de avond gaat het opnieuw regenen. Zondag 16 graden. Daarna wisselvallig weer. Buien blijven een groot aandeel hebben in het weerbeeld en de temperatuur zakt tot onder de 15 graden. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.